Exact 30 jaar geleden werd het CFTR-gen geïdentificeerd. Wanneer je van beide ouders een mutatie in dat gen overerft, ontstaat de ongeneeslijke ziekte mucoviscidose. Die leidt tot taaie slijmen in de longen, maar tast ook organen als lever en pancreas aan. Om gezond te blijven, moeten mijn patiënten dagelijks uren aerosolen en kinesiotherapie volgen. Toen men het gen net had ontdekt, dacht men dat een oplossing snel in de maak zou zijn. Ondertussen weten we dat het wel even geduurd heeft, maar is er wel medicatie ontwikkeld die de ziekte aan de oorzaak kan aanpakken. Zo zie ik elke dag hoe mijn patiënten vrijer kunnen ademen, hoe ze in lichaamsgewicht toenemen en vooral hoe hun levenskwaliteit de hoogte inschiet. Mijn wow gaat dus naar de onderzoeksgroep die het CFTR-gen heeft geïdentificeerd.